hier naast me staan. Wilbert speelt weer mee, Matthias is de Jaap Jessen. En wij gaan voor jullie de aanbidding verzorgen. Ga lekker staan, we gaan de eerste twee liedjes zingen met z'n allen. Verdriet gehuld,
Als het goed is, ja, hij doet het. Hartelijk welkom iedereen. Fijn dat u er bent. Fijn dat jij er bent. Ook heel veel wat jongere kinderen. Hartstikke fijn. Ook een hartelijk welkom aan de band van vandaag. En een hartelijk welkom aan de techniek. En het zag er allemaal alweer goed uit. Dus super jongens. Ook de spreker van vandaag, hartelijk welkom. Onze spreker vandaag is Johan Thomassen. Het thema van vandaag is Hij leeft. Nou, we hebben er al over gezongen. Volgens mij een prachtig thema wat aansluit bij het paasweekend volgende week. Er zijn vandaag twee bossen bloemen. De eerste bos gaat naar Robin en Anne Wil. Zij kregen afgelopen tijd een zoontje en ze hebben hem Dani genoemd. En wij willen hen van harte feliciteren en God zegen toewensen in de opvoeding. De tweede bos bloemen gaat naar Henry en Teunie Vermeer. Hun moeder en schoonmoeder is afgelopen week overleden en begraven. En we willen hen heel veel sterkte toewensen. Er is vandaag oppas vandaag. Ik zei het al, we waren best veel kinderen zijn er. Straks wordt op de PowerPoint aangegeven op de dia voor de preek dat de kinderen naar de oppas mogen. Van harte aanbevolen. En dan gelijk een dringende oproep. Want we zijn wel op zoek naar nog meer oppas. Nou ja, moeders, oppasvaders, broers, zussen die dat willen doen. Dus geef je op als je denkt, hey, dat is wel iets voor mij. En met hoe meer we zijn, nou ja, hoe minder vaak je zelf natuurlijk ook aan de beurt bent. Dan heb ik hier het gebedsboek. En daarin staan ook een aantal namen in opgeschreven. Nou, ik zei net al dat de bloemen naar Robin en Anne Wil gingen. En die staan ook hierin opgeschreven. We willen ook Henry en Teunie Vermeer gedenken in gebed, in verband met het overlijden. Wim Drost, hij is bezig met behandelingen en daar willen we ook voor bidden. En er staat ook geschreven de situatie en de spanningen voor in de wereld. In ons eigen land, wat betrekking tot de regering bijvoorbeeld, bidden we voor wijsheid. Maar we denken natuurlijk ook aan de onrust in de wereld. Zullen we met elkaar bidden en danken. Heere God, Vader in de hemel, dank u wel als eerste dat we hier met zoveel mensen bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we hier in deze Joydienst uw naam mogen prijzen en uw naam mogen aanbidden. En Heere God, we hoorden al en we zagen al dat het thema is Hij leeft. En Heere God, het is een mooi en een prachtig thema, ook als we denken aan het paasweekend volgende week. En Heere God, we weten ook dat u bent gestorven voor ons en dat u ook bent opgestaan. Maar Heere God, we zeggen dat misschien soms zo gemakkelijk. Maar Heere God, als we ook denken dan aan ja, wat u precies heeft gedaan, dan is het er eigenlijk niet voor te stellen. En Heere God, wilt u Johan dan ook straks helpen als hij over dit thema met ons wil nadenken? Wilt u hem de kracht geven dat hij de juiste woorden kan gebruiken, zodat wij hem goed zullen begrijpen? En Heere God, we hebben net ook namen genoemd. En die willen we ook zo noemen in gebed. Als eerste denken we aan Anne Wil en aan Robin.
We willen u danken dat zij een zoontje hebben gekregen, dat alles goed is gegaan, dat het ook nu goed gaat. En Heere God, wilt u dit gezin nabij zijn? Wilt u hen helpen in de opvoeding, als Dani ook groter wordt? Heere God, wilt u dit gezin zegenen? Heere God, we bidden u ook voor Henry en Teunie Vermeer en natuurlijk de rest van de familie, kinderen. En Heere God, we bidden u, wilt u troost geven? Wilt u kracht geven? En ook als we mogen weten dat moeder, schoonmoeder, oma ook wist van u. Dat ze is gestorven, dat ze u mocht kennen, dat dat ook een troost mag zijn, dat ze nu bij u is. Heere God, wilt u daar troost geven? We bidden u ook voor Wim Drost, als hij behandelingen ondergaat. Wilt u hem nabij zijn? Wilt u hem wilt u hem helpen als het soms ook moeilijk is, als hij misschien ook klachten van de behandelingen heeft? Heere God, wilt u voor hem zorgen en ook bij zijn gezin zijn, ook bij zijn kinderen, bij zijn kleinkinderen, dat ze allemaal ook door u gesteund mogen worden eigenlijk. Dat ze uw kracht mogen ervaren. En Heere God, we denken ook aan deze wereld. Heere God, er is veel onrust, niet alleen in ons land, maar ook over de hele wereld. Er is van alles, er speelt van alles. En Heere God, wij weten het soms niet. En Heere God, we willen dat dan ook in uw handen leggen. Wilt u bij de wereld zijn? Wilt u ook bij onze eigen regering zijn? Wilt u hen ook wijsheid geven? En dat ze de juiste beslissingen mogen maken. En dat we ook in de regering zien dat u daar leidt. Want Heere God, u bent de grootste leider. En dat we dat ook mogen weten. We willen u vragen, wilt u ons zo een fijne dienst geven met elkaar? Wilt u ons helpen bij het luisteren, bij het zingen? Dat het ons mag aanraken en dat we ons gesterkt mogen voelen door u. Dit alles vragen we niet omdat wij dat verdienen, maar alleen om Jezus wil. Amen. Ga lekker staan, zou ik zeggen, voor de volgende liedjes. Thank you.
Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood, die voor mij u hebt gegeven, in de bangste zielenood, opdat ik niet hopeloos sterve, maar u liedje is een kinderliedje. En volgens mij hebben die kinderen hem allemaal op school geleerd. Jezus, ik wil u bedanken. En u was eigenlijk mijn vraag of er misschien een paar kinderen dit met ons konden komen zingen. Want wij kunnen hem eigenlijk niet zo heel goed. Zijn er wat kinderen die dat durven misschien? Een paar? Ja, kom maar. Is er misschien nog iemand? Wij kennen hem zelf niet zo heel goed. Jij kent hem denk ik wel, hè? Hoe heet jij? Stan. Oh, Stan. Nou, ik denk dat dit onze aankomende aanbiddingsleider is voor over een jaar of 10. Ken jij hem goed, het liedje? Oh, heel fijn. Dan mag jij hem zo zingen. Thank you.
Heel goed gedaan. Zoals je ziet mogen nu de kinderen naar de kinderopas. Dat is hier al bij de hoofdingang. Ik wil Johan Thomas uitnodigen op het podium. Ja, we zaten met het bestuur bij elkaar. En toen zeiden we tegen elkaar, wat is het mooi om de spreker in te zegenen. En wat is het mooi om de spreker te zegenen met de Heilige Geest. Want spreken, dat kan je niet alleen, daar heb je God voor nodig. Amen. Dus dat is vandaag de eerste keer. En aan mij de eer om dat te doen. Dus dat gaan we nu doen. Je mag je handen uitstrekken naar Johan om hem te zegenen. Als je dat fijn vindt, als je dat mooi vindt. Oké, lieve Vader, we komen bij u. En we vragen een zegen. En we zegenen Johan. In Jezus' naam, Vader. Wilt u hem volmaken van uw heilige kracht en uw heilige geest. Vader, wilt u zorgen dat de woorden die hij spreekt, uw woorden mogen zijn. Vader, en dat u zal spreken door Johan heen. Vader, daar verlangen we naar. En we danken u dat u het gaat doen, Jezus. In Jezus' naam, amen. Amen. Dankjewel. Goedemiddag allemaal. Nou, ik ben heel kort. Ik ben Johan Thomassen uit Putten. 9 jaar geleden de Raphaëlgemeente in Putten begonnen. 25 juni mogen we het overdragen aan onze opvolgers. En wij hopen zelf als gezin naar Hongarije te vertrekken om daar ook gemeentestichting te gaan doen. Maar dat zal pas ergens eind dit jaar, begin volgend jaar wezen. Maar ik kom heel graag even goed nog naar Elspet, hoor. Zo ver is het niet weg, Hongarije. Klinkt heel ver. Pas vroeg iemand aan mij, gaan jullie emigreren? Ik zeg, ja, als het zo zegt, klinkt het wel heel ver. Maar ik zeg, we gaan gewoon verhuizen. Hij leeft en ik was blij toen ik dat zo zag staan. Oh nee, nu is hij weer weg. Er stond op Facebook stond er een uitroepteken achter. En toen we hier net binnenkwamen, zei Evert tegen mij, hey, hier staat wel een uitroepteken achter. Maar hij is nu weer weg, die uitroepteken. En dit is hoe ik het doorgegeven had. Hij leeft. Maar toen ik dat zo op Facebook, ik had hem gedeeld op Facebook, en toen ik dat zo zag staan, toen dacht ik van ja, dat klopt eigenlijk niet. Het is helemaal mijn eigen fout, ik heb het verkeerd doorgegeven. Want daar moet natuurlijk wel een uitroepteken achter, hè. Hij leeft! Hij leeft! Dat kun je niet zachtjes zeggen. Als je begrijpt wat dat betekent, wat dat inhoudt, hij leeft. Daar moet een uitroepteken achter. Denk je, toen de vrouwen daar binnenkwamen bij de discipelen en ze die deur losdeden en dat de discipelen zeiden, de vrouw tegen de discipelen, hij leeft! En toen de MS-gangers binnenkwamen, bij de discipelen, dat ze het uitriepen. Hij leeft. Ja toch, daar kun je wel voorstellen, dat gaat niet zachtjes. Dat was enthousiasme. Hij leeft. En toen ik daar zo over na aan het denken was, dan kom je toch uit bij een tekst uit Matthäus 28 vers 3, die bekende woordjes. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. 8 woordjes, 1 klein zinnetje. En dat kleine zinnetje, dat heeft de wereldgeschiedenis op zijn kop gezet. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Nou, ik zei het al, het thema van deze middag, hij leeft. En ik wil met jullie lezen een gedeelte uit 1 Korinthe, 1 Korinthe 15. Dus als je een Bijbel bij je hebt, mag je het opzoeken. Het is altijd goed om mee te lezen. 1 Korinthe 15, en dan vanaf vers 12. Ik zei vanmorgen in onze eigen gemeente, als kind vond ik kerst altijd een heel prachtig mooi feest. Gezellig, rond de kerstboom. Gezellig de kerstviering op zondagschool en de kerk en op school en overal. En ik vond het altijd een mooi feest. Maar nu ik wat ouder geworden ben, denk ik, er is geen feest zo mooi als Pasen. Want denk maar eens in, en dat is ook wat Paulus hier schrijft. Als het geen Pasen was geworden, dan had kerst en Goede Vrijdag geen enkele betekenis. En als het geen Pasen was geworden, had de hemelvaart niet plaatsgevonden en was het ook nooit geen Pinksteren geworden. Alles draait om die woordjes die we net gelezen hebben uit Matthäus. Hij is hier niet, want hij is opgestaan. Hij leeft. En Paulus die schrijft daarover in 1 Korinthe 15 vanaf vers 12...
tot en met vers 20. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Dan kunnen we beter lekker naar de hei gaan met z'n allen en van het mooie weer genieten. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij de Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonde, zie je? Dan kan Jezus aan het kruis gestorven wezen op Goede Vrijdag. Maar wanneer hij niet is opgewekt, bent u nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt. Halleluja! Christus is opgewekt uit de dood en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Zonder het geloof in de opstanding van Jezus Christus, en dat is iets waar zoveel over geschreven is, zoveel over gefilosofeerd is, kan dit wel en hoe is het dan mogelijk? En veel mensen geloven het niet. Maar zonder dit geloof dat Jezus uit de dood is opgewekt, is ons geloof zinloos. Is ons leven zinloos. Laten we eten en drinken, want morgen zullen we sterven. Dan kunnen we beter genieten van het leven. En dan maar, ja, onder ogen zien dat dood dood is. Maar dat is het kostbare van het evangelie. En ik heb dat de vorige keer ook gezegd. Evangelie betekent goed nieuws. Er is goed nieuws in deze wereld gekomen. Namelijk dat de zinloosheid van het leven is opgeheven. En Paulus schrijft daar ook over. En ik lees maar gewoon wat gedeelte met jullie. Want uiteindelijk gaat het niet om wat ik zeg, maar het gaat om het woord van God. Amen. Dit is het woord van God dat leven brengt, wat vrijheid brengt. En Paulus die schrijft, dat is een van mijn favoriete hoofdstukken, dat zie je wel zeker, uit Romeinen 8, vanaf vers 18, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. We hoorden net voor mensen bidden die ziek zijn, mensen die overlijden hebben meegemaakt, over de situatie in de wereld waarin we leven. En wat zien wij? Een nood. Er zijn broeders en zusters uit onze gemeente die zitten op dit moment in de Oekraïne. Ik mocht eind van het jaar, vorig jaar mocht ik zelf ook naar Oekraïne gaan. Ik heb daar gesproken in een kerk die plat gebombardeerd was. Die mensen zaten in een nieuw gebouwtje. En dan zie je daar de leed en je hoort daar de verhalen van mensen die familieleden, vrienden, kennissen moeten missen die omgekomen zijn in de oorlog. En dan is er een enorme leed en dan kijken we ons heen en dan slaat een schrikje om het hart. Maar dan deze woorden, want ik ben ervan overtuigd, zegt Paulus, dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegenover de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Nou, dat is goed nieuws, toch? Dat is goed nieuws, want met een rijkhalsend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. En dan komt het, want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen. Zonder Jezus Christus, zonder de boodschap van Pasen, zonder die twee woordjes, hij leeft, is de schepping aan de zinloosheid onderworpen. Want dan heeft het leven totaal geen zin, heeft het leven totaal geen nut. Want de schepping zelf is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft. In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf, om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe. Nou, dat zien we om ons heen, tot nu toe. En dat niet alleen, maar ook wij, die de eersteling van de geest hebben. Ook wij zuchten in onszelf in de verwachting van de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van dit lichaam.
Dat is Pasen. Dat wij weten wanneer wij op deze aarde onze laatste adem uitblazen, dat er een dag komt, als Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, dat de graven opengaan. Amen. Ik heb 2 broers verloren aan kanker. Allebei hadden ze het getuigenis dat ze naar Jezus gingen. En ik weet, als ik daar sta bij het graf van mijn 2 broers, ik weet dat op het moment dat Jezus terugkomt, dat het graf niet het laatste woord heeft, maar Jezus. Dat is de prediking van het evangelie. Hij leeft en wij mogen met hem leven. We hebben het net gezongen, omdat hij leeft. Ik zing dat heel vaak, of wij zingen dat heel vaak met onze kinderen aan tafel, omdat hij leeft. Ben ik niet bang voor morgen. Omdat hij leeft. Mijn angst is weg, omdat ik weet, hij heeft de toekomst. Hij heeft de toekomst. Het leven is het leven waard. Waarom? Omdat hij leeft. En vanmiddag wil ik jullie meenemen naar een man in de Bijbel. We horen er misschien niet zoveel over. Maar een man met de naam Jacobus. En Jacobus was... We lezen een paar keer over hem. Jacobus was de broer van Jezus. Halfbroer moet je zeggen, want Jezus was geboren uit de maagd Maria. Maar Jezus had broers en zussen. Die dus uit Jozef en Maria waren voortgekomen. En een van die broers heet Jacobus. En over die broers, daar staat af en toe heel kort wat geschreven. In Johannes 7, vanaf vers 1 tot en met 11, daar staat het volgende. En hierna trok Jezus rond in Galilea, want hij wilde niet in Judea rondtrekken, omdat de Joden hem probeerden te doden. En het feest van de Joden, het loofhuttefeest, was aanstaande. En daar komt hij. Zijn broers dan zeiden tegen hem, vertrek van hier en ga weg naar Judea, zodat ook uw discipelen de werken die u doet kunnen zien. Want niemand doet iets in het verborgene en streeft er tegelijk zelf na dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Dat klinkt heel mooi, hè? Maar dat werd gesproken vanuit ongeloof. Een beetje zo van, nou, als jij dan zegt wie je bent, dat je bent, ga dan ook niet in het verborgen zitten, maak je eigenlijk dan ook bekend. Hoor je het een beetje? Als je dan zo'n grote mond hebt, kom op dan, zeiden ze tegen Jezus. Want lees maar door, want niemand doet iets, vers 4, want niemand doet iets in het verborgen en streeft er tegelijk zelf na dat men openlijk over hem spreekt. Als u deze dingen doet, maak u zelf dan openbaar aan de wereld. Want dan staat er in vers 5, want ook zijn broers geloofden niet in hem. Ze geloofden hem niet. Ze geloofden hem niet. Ze geloofden niet dat hij degene was die hij zei dat hij was. Namelijk de gezondene, de verlosser, de redder, de Messias. Zijn broers geloofden niet in hem. En dan, als je dan Matthäus 13 vers 55 pakt, daar worden die broers met name genoemd. En Jacobus is na Jezus de oudste. En Judas de jongste. En er zitten er nog 2 tussenin. Hun namen moet je me even verschuldigd blijven. Josas volgens mij en nog eentje, maar Jacobus was de oudste en Judas was de jongste, maar Jezus was de oudste broer. Jacobus kwam na, is belangrijk even om te weten, Jacobus kwam na Jezus in het rijtje. Maar deze broers, en ik zei het al, ze geloofden niet in hem. En ook Jacobus niet, ook Jacobus geloofde niet in Jezus. En dan kun je heel makkelijk een oordeel hebben over Jacobus. Je kunt heel makkelijk denken, man, waarom geloof je het nou niet? Wij horen nog wel eens van, ja, als ik toen geleefd had, dan had ik het wel geloofd, als ik zag wat Jezus allemaal deed. Maar het bijzondere is dat Jezus voor ons hier vandaag de dag meer realiteit is dan hij was voor zijn discipelen 2000 jaar geleden. Hoe komt dat? Omdat de Heilige Geest Jezus aan ons openbaart. En niemand kan Jezus aan ons openbaren als alleen de Heilige Geest van God. Daarom hebben we de Heilige Geest nodig. Amen. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest om te weten wie Jezus is. Dus laten we voorzichtig zijn met ons oordeel over Jacobus. Want laten we eerlijk zijn, als we lezen in Lucas 8, vanaf vers 19 tot 21. En je moet het thuis maar eens opzoeken.
Maar dan merk je van ja, zijn broers geloofden niet in Jezus, maar ja, laten we eerlijk zijn, Jezus maakt het ook niet gemakkelijk om te geloven. Want Jezus is op een goed moment, en dat is het verhaal in Lucas 8, waar Jezus in een huis staat te prediken en er zijn heel veel mensen die naar hem komen luisteren. Dat huis zit vol, eromheen is het vol en dan komen zijn broers met Maria, zijn moeder. Die komen aan bij dat huis en ze zijn op zoek naar Jezus. En ze horen dat Jezus in dat huis is en dat hij daar staat te spreken. En ze komen aan bij die menigte en ze zien, daar komen we nooit doorheen. En ze laten doorgeven, Jezus, je moeder en je broers die staan buiten en ze zoeken je. Nou, dat zou toch mooi wezen? En wat zouden wij dan doen? Wij zouden zeggen, als ik zo'n bericht krijg, Johan, je moeder en je broer staan buiten, ze zoeken je, en ik ben bezig, soms kan het zijn, we zijn even druk, hè, dat we moeten afmaken waar we mee bezig zijn, maar dan zeggen we toch, even dit afmaken en dan kom ik naar jullie toe. Ja toch? Dat is toch een boodschap, een antwoord wat we zouden kunnen geven. Weet je wat Jezus zegt? Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broers? Alleen de mensen die geloven, zijn mijn moeder en mijn broers. Nou, lekker antwoord. Dus zie je, Jezus maakt het ook voor zijn eigen familie niet zo heel makkelijk om in hem te geloven. Want, laten we maar even heel eerlijk zijn, als je dan zo'n antwoord van je broer krijgt, of van je zoon, dan denk je, kon dat niet een ander antwoord wezen? Ja toch, een beetje meer respectvol. Maar het is heel belangrijk om te beseffen wat Jezus hier zegt. Alleen zij die geloven zijn mijn moeder en mijn broers. Jezus koppelt het broers zijn van Jezus aan geloof. En dit verhaal is even heel belangrijk om vast te houden. Want er komt een moment dat Jezus aan het kruis hangt. We gaan maar even met grote stappen door de geschiedenis heen. Jezus hangt aan het kruis. En daar kennen we de 7 kruiswoorden van. Wie heeft die nog geleerd op school? Ik ben opgegroeid in een reformatorische familie. Wij zaten op een reformatorische school en we moesten de 7 kruiswoorden van de Heer Jezus uit ons hoofd leren. En als je dat niet kende voordat de grote vakantie begon, dan kon je in de grote vakantie net zo lang terugkomen totdat je ze wel kende. Dat was nog eens onderwijs. Het 3e kruiswoord van Jezus. Waar Jezus tegen Maria zegt, vrouw, zie uw zoon, en tegen Johannes, zoon, zie uw moeder. Dat kennen we wel, hè? Vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Maar weet je wat het bijzondere was? Johannes was helemaal geen zoon van Maria. Jacobus was een zoon van Maria. En weet je wat ik dan denk? Jacobus, ja, je kunt denken, Jacobus was er niet, Jacobus was er wel. Want er staat, ook zijn broers trokken op naar Jeruzalem. Zij waren daar toen dat allemaal gebeurde. Zij waren daar toen dat zich afspeelde. Maar zij geloofden niet in hem. En weet je wat volgens Joods gebruik normaal was? Dat als een man en een vrouw getrouwd waren, ze hadden kinderen en de vader stierf, dan kwam de verantwoording van het gezin bij de oudste zoon te liggen. Maar nu hing de oudste zoon aan het kruis. Met het gevolg dat de verantwoording van de oudste zoon naar de tweede zoon ging. En wie was die tweede zoon? Jacobus. Maar Jezus hangt aan het kruis en hij zegt tegen Johannes, zie uw moeder. Met andere woorden, hij legde hoe heet dat, de autoriteit van het gezin legt hij bij Johannes neer en niet bij zijn broer Jacobus. En weet je waarom niet? Dat heeft te maken met het antwoord wat hij daarvoor gegeven had. Alleen zij die in mij geloven zijn mijn broers en mijn moeder. Bij Jezus draait alles om geloof. Geloof in hem, geloof in wie hij is. En moet je eens denken dat Jacobus daar gestaan heeft met zijn andere broers en zijn moeder stond daar bij het kruis. En ze zagen dat allemaal gebeuren. Wat moet er door Jacobus heen gegaan zijn? Kun je je dat voorstellen dat je hebt een broer, die heeft altijd staan te verkondigen dat hij de Messias was, dat hij de redder was, dat hij de verlosser was. En we hebben altijd tegen hem gezegd, doe nou normaal man, kom met 2 voeten op de grond. Denk nou niet te hoog van jezelf. En nou staan ze daar en nou hangt hun broer aan het kruis op Golgotha. En wat zouden ze tegen elkaar gezegd hebben? Wat zou Jacobus gedacht hebben? Man, had nou toch naar mij geluisterd, dan was dit allemaal niet gebeurd. Ja toch? Was nou niet zo hoogmoedig geweest?
Was nou niet zo met die godsdienstwaanzin bezig geweest, dan had je daar nu niet gehangen. Jacobus, hoe goed hij het ook bedoeld, maar hij had zijn oordeel klaar. En dan komt het moment dat de verantwoording van het gezin op hem zou moeten komen. Maar dan zegt Jezus, nee, ik leg het niet bij jou neer, Jacobus. Ik leg het bij Johannes neer, want Johannes gelooft in mij. Johannes volgt mij. Johannes weet wie ik ben. En wat moet Jacobus gedacht hebben? Wat moet er door Jacobus heen gegaan zijn? Hij geloofde niet. En hij ziet zijn broer hangen aan het kruis op Golgotha. En hij gelooft het niet. Hij gelooft het niet. En dat is waar we in deze wereld zoveel mee te maken hebben, met ongeloof. Jezus die zegt zelf, ik ben de waarheid. En we zijn allemaal op zoek naar waarheid. Als je om je heen kijkt in de wereld, iedereen is op zoek naar waarheid. En we hebben Google, we hebben Wikipedia. Er is nog nooit zoveel informatie ter onze beschikking geweest. Maar de meeste mensen zijn de waarheid totaal uit het oog verloren. Jezus, kort daarvoor, voordat hij in het kruis hangt, komt hij voor Pilatus. En Pilatus, die hoort dat aan, wat die Joden allemaal zeggen. En Pilatus zegt, die komt dat gerechtsbouw binnen en die zegt van, waar beschuldigen ze u eigenlijk van? Bent u de koning van de Joden? Dat is wat Pilatus vraagt aan Jezus. Bent u de koning van de Joden? En dan antwoordt Jezus heel rustig. Mooi hè, dat Jezus zo rustig blijft. In al die omstandigheden blijft hij rustig. Hij weet wat hem te doen staat. Hij weet wat hem te wachten staat. En hij antwoordt heel rustig. En hij kijkt Pilatus aan. Hij zegt, zegt u dat uit uzelf of heeft u dat gehoord van een ander? En Pilatus die reageert geprikkeld. En die zegt van, ja het is uw volk. Het zijn de overpriesters die u aan mij overgeleverd hebben. Wat heb u misdaan? En dan zegt Jezus die woorden. En moet je goed luisteren. Mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Als mijn koninkrijk van deze aarde was, waren mijn dienaars gekomen en zouden ze voor mij gestreden hebben. Maar nu, mijn koninkrijk is niet van deze aarde. Waarop Pilatus antwoordt, moet dat gesprek volgen, waarop Pilatus antwoordt, u bent dus toch een koning. En Jezus die kijkt hem aan. En hij zegt, u zegt dat ik een koning ben. Maar hiertoe ben ik in de wereld gekomen. En hiertoe ben ik geboren. Om voor de waarheid te getuigen. Om voor wat te getuigen? Voor de waarheid te getuigen. En een ieder, zegt Jezus, die uit de waarheid is. Die hoort naar mijn stem. Ieder die uit de waarheid is, hoort naar mijn stem. En Pilatus kijkt Jezus aan. Hij haalt zijn schouders op. En hij zegt, wat is waarheid? En hij draait zich om en hij loopt naar buiten. En dat is het probleem van deze wereld. De waarheid is zichtbaar. Pilatus had de waarheid tegenover hem staan. Jezus had zelf gezegd, ik ben de waarheid. De waarheid stond tegenover Pilatus. Maar Pilatus wou de waarheid niet zien. En dat is het probleem van deze wereld, lieve mensen. Daarom is er zoveel ellende in deze wereld. Omdat de waarheid wel zichtbaar is, maar mensen willen niet buigen voor de waarheid. En zo was het met Pilatus, zo was het met Jacobus, zo was het met de andere broers van Jezus. Ze wouden niet buigen voor de waarheid, dat Jezus de weg, de waarheid en het leven is. Het lam van God, wat de zonde van de wereld zou dragen. Ze wouden niet buigen voor die waarheid. En dat is waar de mensheid tegenaan loopt. En daar is waar de mensheid zichzelf tegenkomt, dat de mensen niet willen buigen voor de waarheid. De waarheid is niet verborgen. Het staat hier, in dit boek, de Bijbel. De waarheid is openbaar. Je kunt deze waarheid overal vinden. Maar het probleem is dat mensen niet willen buigen voor de waarheid. Zo ook Pilatus niet. Hij hoort wat Jezus zegt. Hij haalt zijn schouders op. Hij zegt, wat is waarheid? Hij draait zich om en hij loopt naar buiten. Niet willen erkennen dat de waarheid Jezus is. Dat de waarheid van God komt. Ik zeg altijd, atheïsten, die zeggen altijd, er is een gebrek aan bewijs. Als het bijvoorbeeld over de opstanding gaat. Er is gebrek aan bewijs. Weet je wat mijn antwoord altijd is? Er is geen gebrek aan bewijs. Het bewijs wordt alleen niet geloofd. Dat is wat anders. Het bewijs wordt niet geloofd. En zo ook Pilatus en de man waar we het over hebben, Jacobus. Jacobus kon het niet geloven.
En Jacobus zag Jezus daar hangen aan het kruis op Golgotha. En hij heeft misschien op dat moment al die woorden nog eens tot zich door laten dringen wat Jezus gesproken had. Maar hij kon het niet pakken. Hij kon het niet pakken. Hij kon het niet pakken. Maar weet je wat dan zo bijzonder is? En wat dan weer zo mooi laat zien wie Jezus is? Dat Jacobus een brief geschreven heeft. En die brief, die heb ik bij me. En waarom? En dat is zo bijzonder. Deze Jacobus, die niet geloofde in Jezus als de Zoon van God. Deze Jacobus heeft een brief geschreven en die brief is terechtgekomen in onze Bijbel. De brief van Jacobus. Nee, dat gaat niet om de apostel Jacobus. De brief van Jacobus. Jacobus, de broer van Jezus. En als je die brief dan leest, en laten we hem dus er eens bij pakken, Jacobus. En nogmaals, er staat heel mooi boven de algemene brief van de apostel Jacobus, maar de apostel Jacobus leefde niet meer op het moment dat deze brief geschreven werd. Er wordt over een Jacobus gesproken als de leider van de kerk in Jeruzalem. Dat was niet de apostel Jacobus, want die leefde niet meer. Dat was Jacobus, de broer van Jezus. En moet je luisteren, deze Jacobus, die het niet kon bevatten, dat Jezus, zijn broer, de Zoon van God was. Die dat niet kon pakken. Deze Jacobus, die schrijft een brief en hij begint met deze woorden. Jacobus, een dienstknecht van God en een dienstknecht van wie? Van Jezus Christus. Wow! Jacobus, wat is er gebeurd? Jacobus, een dienstknecht van Jezus Christus. Hij heeft het hier in één keer over zijn broer. Als Jezus Christus, Jezus de Christus. Jezus de gezalfde. Jezus de Messias. Jezus die in het Oude Testament beloofd was en die gekomen is. En deze Jacobus die het niet kon geloven. Want zijn broers geloofden niet in hem. Maar deze Jacobus komt op een punt. En hij stond bij het kruis en hij geloofde het nog niet. Maar deze Jacobus, er is wat gebeurd in het leven van deze man, waardoor hij deze woorden kon opschrijven. Jacobus, een dienstknecht, weet je wat er in de grondtekst staat? Een slaaf van Jezus Christus. Van Jezus de gezalfde. Van Jezus de Messias. En wat was er met deze Jacobus gebeurd? Hoe kon dit? En dat is een heel klein zinnetje in de Bijbel. Een heel klein zinnetje. Je zou er zomaar overheen kunnen lezen. Het wordt verder in de Bijbel ook nergens genoemd. Alleen dat ene hele kleine zinnetje. In de Korinthebrief. Paulus haalt het aan. Korinthe 15. En dan het eerste gedeelte van vers 7. En weet je wat daar staat? Paulus zegt daar. Daarna is hij verschenen aan wie? Aan wie? Aan Jacobus. Deze Jezus, die stierf van het kruis op Golgotha en opstond op de derde dag, verscheen aan Petrus, verscheen aan de discipelen, verscheen aan meer dan 500 broeders op de berg, verscheen aan de vrouwen. Maar er staat één heel klein zinnetje in de Bijbel. Hij is verschenen aan Jacobus. En weet je, daarom is Pasen zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk dat we weten dat hij leeft. Want op het moment waar Jacobus het niet zag, waar hij het niet kon geloven, waar hij zich afsloot voor de waarheid, kwam hij daar oog in oog te staan. Niet meer met zozeer zijn broer, maar hij kwam oog in oog te staan met de opgestaan Heer Jezus Christus, die de dood had overwonnen. En weet je wat ik dan zo met heel mijn wezen geloof? Dat Jezus zo vol liefde naar Jacobus heeft gekeken. En tegen zijn eigen broer Jacobus heeft gezegd. Jacobus, geloof je het nu? Geloof je het nu? En van Thomas weten we dat Thomas het ook niet geloofde. En dan komt Jezus bij Thomas. En hij zegt, Thomas, raak me maar aan, zie maar dat ik het ben. En Thomas valt op zijn knieën en die zegt, mijn Heer, mijn God. Ik geloof dat het antwoord van Jacobus net zo geklonken heeft. Toen hij tegenover zijn eigen broer stond. Hij had hem zien sterven aan het kruis. Hij wist dat hij in het graf lag. En dan nu. En we weten niet precies wanneer het gebeurd is. Weet je, de evangeliën schrijven er helemaal niet over. Paulus die vertelde tegen ons. Dat hij verschenen is aan Jacobus. En dat Jezus aan zijn eigen broer verscheen. En ik zie dan zowat een glimlach op zijn gezicht. Jacobus, geloof je het nu? Geloof je het nu?
En dat Jacobus waarschijnlijk net als Thomas gezegd heeft, mijn Heer en mijn God, mijn Heer en mijn God. Dat is de kracht van Pasen. Dat is de kracht van de opgestane Heer Jezus. Paulus die zegt in zijn brief, vergetende wat achter mij ligt. Paulus was een farizeeër. Vergetende wat achter mij ligt en mij uitstrekkende naar datgeen voor me ligt. Paulus zegt, ik heb één doel voor ogen. En weet je wat dat doel was? Om hem te kennen. Om hem, Jezus, te kennen en de kracht van zijn opstanding. Kent u de kracht van zijn opstanding? Heeft u een ontmoeting gehad met die levende Jezus? Paulus op de weg naar Damascus. Als hij het heeft over de verschijning aan Jacobus, dan eindigt hij met de woorden. En als laatste is hij ook aan mij, als aan een ontijdig geborene verschenen. Jezus verscheen ook aan Paulus. Weet je, die ontmoeting met Jezus, die ontmoeting met de opgestane Heer. We kunnen jaren in de kerk zitten. We kunnen jaren in de kerk zitten. 2 keer op een zondag. Zonder dat we ooit een ontmoeting hebben met de opgestane Heer Jezus. Want een ontmoeting met de opgestane Heer Jezus, lieve mensen, dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is het werk van de Heilige Geest. Als je een ontmoeting krijgt met de opgestane Heer Jezus, dan verandert je leven compleet. Wij hebben in de gemeente jonge mannen zitten die verslaafd waren aan drugs. En die een ontmoeting hebben gehad met de opgestane Heer Jezus. Er waren geen therapieën voor nodig, er waren geen sessies voor nodig. Van het een op het andere moment waren ze vrij van de drugs. Waarom? Omdat een ontmoeting met Jezus alles verandert. Een ontmoeting met de opgestane Heer Jezus verandert alles. Paulus reikt ons een sleutel aan. Want uiteindelijk is dat toch wat we willen, een ontmoeting met Jezus. Ik wel tenminste. Ik heb dat een paar keer mogen ervaren. Ik verlang er elke dag naar om weer in die ontmoeting met hem te zijn. En dan ben ik in mijn werkplaats bezig. En dan ben ik helemaal niet zozeer bezig met de Bijbel of met gebed of wat dan ook. Maar dan ben ik gewoon bezig. En dan in één keer is Jezus daar. Dan denk je, oh, wat een zweverige man. Nee, joh, ik kom uit Ermelo. Daar zijn ze niet zweverig. Uit Horst nog wel. Nou, daar zijn ze al helemaal niet zweverig. Jacqueline op de Teller, maar uit Horst. Daar zijn ze al helemaal niet zweverig. Maar als Jezus, Jezus zegt zelf in mijn nabijheid, daar is volheid van vreugde. Weet je, als Jezus verschijnt in je leven, dan is daar volheid van vreugde. Dan is daar rust, dan is daar vrede, dan is daar zijn liefde, dan is daar zijn glimlach. Daar is het goed. Daar is het eeuwigheid, weet je, want dan heb je niet eens in de gaten dat je zo 2 uur verder bent. Daar is het eeuwigheid, in die ontmoeting met Jezus. En Paulus die reikt ons een sleutel aan. Als we die ontmoetingen met Jezus willen hebben, dan heeft Paulus een hele belangrijke sleutel voor ons. Als hij schrijft, niet ik leef, niet ik leef. Die tekst gaat door, maar laten we daar even stoppen. Niet ik leef. Daar gaat het om. Niet ik leef. Leef je zelf nog? Maak je je eigen keuzes nog? Over wat goed en fout is en over de richting die je gaat in je leven? Of kun je net als Paulus zeggen, niet ik leef. Ik ben dood. En een spannend onderwerp altijd. Paulus die schrijft erover, ik ben altijd blij dat ik zeggen kan, niet ik zeg het. De Bijbel zegt het, Paulus schrijft het. Romeinen 6. Of weet u niet dat alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat zoals Christus uit de dood is opgestaan tot de heerlijkheid van de Vader, ook wij in een nieuw leven mogen wandelen. De doop. Bekeer je en laat je dopen. Ik wil daar nu niet te veel over uitbreiden. Uitweiden noemen ze dat, hè? Uitweiden. Maar zo belangrijk.
verdiep je daarin. Het gaat er niet om wat ik zeg of wat de kerk zegt. Ik zeg altijd, ik sta hier niet voor afvalputten. Ik sta hier niet met een evangelische theologie of een pinkster theologie of met een hervormde theologie of wat dan ook. Ik sta hier met het woord van God. Of weet u niet dat wij alle die in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood, opdat zoals Christus uit de dood is opgestaan, tot heerlijkheid van de Vader, ook wij, ook jij, in een nieuw leven mag wandelen. Mooi is dat, hè? Bekeer je, laat je dopen. Niet ik leef, niet ik leef. Weet je, en dan, dat begint, en ja goed, ik moet het maar zeggen, dat begint. Niet ik leef begint bij bekering en doop. Niet ik leef, Heer, ik wil mijn leven aan u geven. Ik wil mijn leven overgeven aan u. Niet ik leef, alle keuzes die ik ga maken. Heer, ik wil dat in gebed bij u brengen, want niet ik leef, u leeft in mij. Niet ik leef. Dat is de sleutel die Paulus ons aanreikt. Niet ik leef. Maar Christus leeft in mij. Niet ik leef, Jezus leeft in mij. Dat is opstandingskracht. Dat is dat je mag leven vanuit de kracht van de opstanding. Dat er iets in je geboren wordt. En wij... Ik vind het zo prachtig. Het gaat helemaal niet om onze gemeente, helemaal niet. Maar ik vind het zo prachtig om te zien dat, datgene wat Paulus schrijft over het evangelie is voor de mensen een dwaasheid. Maar voor de gelovigen is het een kracht van God. Het is een kracht van God, een levensveranderende kracht van God. Het evangelie van Jezus Christus. Niet ik leef, maar Christus leeft in mij. En dat is echt Pasen vieren. Dat is echt Pasen beleven. Pasen, dat is niet een feest wat ooit eens plaatsgevonden heeft en wat wij nu nog elk jaar herdenken. Pasen is een realiteit. We hebben deze uitspraak, hè? Nou, dat doen we wel een keer als Pasen en Pinkster op één dag vallen. Dat betekent dat het nooit gebeurt. Maar weet je, in mijn leven, en ik wil leven, bij mij gaan ook een heleboel dingen mis. Oh, bel mijn vrouw niet op, zou ik zeggen. Maar wat mij verlangen is, dat het elke dag van mijn leven Pasen en Pinkster op één dag is. Leven in de opstandingskracht van de Heer Jezus en vol van de Heilige Geest. Amen. Dat is het leven van de christen. Dat is leven vanuit die opstandingskracht waar ook Paulus zich naar uitstrekt. En dan, ik moet altijd denken, als we dan zo over Pasen spreken, over zo'n boodschap, hij leeft, dan moet ik altijd denken aan zo'n oud paaslied. Ik vind dat prachtig en ik hoop ooit nog eens, jullie hebben hier een mooie band. Je zou er eens een mooie opname van moeten maken, van dit lied. Ze zijn helemaal niet te vinden. De enige wat je kunt vinden is het Urke Mannenkoor. Ook prachtig hoor, maar dat is anders. Maar dat paaslied, daar juicht een toon, daar klinkt een stem die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke held. Hij steeg uit graf door eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Nu jaagt de dood geen angst meer aan, want alles, alles is voldaan. Wie met geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood of helle niet. Want nu de Heer is opgestaan. Daar leven wij, hè? Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven tot in heerlijkheid, tot in eeuwigheid. En dan wil ik afsluiten met de woorden uit Openbaringen 1, waar Jezus zich openbaart aan Johannes, als Johannes op Patmos zit. En dan zijn die woorden, wees niet bang, wees niet bevreesd. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het eind. De eerste en de laatste. En de levende. Hij openbaart zich als de levende. En dan zegt hij tegen Johannes, ik ben dood geweest. Maar nu leef ik tot in eeuwigheid. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. En als we volgende week Pasen vieren met elkaar, dan mag je tegen elkaar zeggen. Je loopt hier door Elspeet even op de Nunspeet, waar je ook wegkomt. En dan kom je iemand tegen die... En dan zeg je, hij leeft! Halleluja! En dan zitten mensen misschien te kijken, wat gebeurt er? Hij leeft! Jezus leeft! Dat is de boodschap. Jezus leeft!
Hij is opgestaan. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft de machten van de hel openlijk tentoongesteld, zegt Paulus. En zo over hen getriomfeerd. Hij leeft. We hadden het over die kruiswoorden van Jezus. En dat zesde kruiswoord, dat heeft alles veranderd. Het is volbracht. Het is volbracht. Alles wat ik verkeerd doe en wat ik in mijn leven fout gedaan heb, doe en nog ga doen, dat is volbracht aan het kruis op Golgotha. Amen. De Heer is waarlijk opgestaan. Hij leeft. Amen. Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden zij na de man die sterven moest op Golgotha. Langs de Via Dolorosa onze koning als een lam, maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd gekleed. En hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden kruisig heen. Langs de Via Dolorosa ging de Christus, onze koning, als een lam. Maar omdat hij van ons hield met heel zijn hart, is hij gegaan langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha. Zijn kruis werd een troon, zijn bloed was ons hoop. En het stroomt door het hart van Jeruzalem. Langs de Via Dolorosa hield die lange lijdensweg. Ging de Christus onze Dolorosa, heel de weg naar
Ja, er zal nu collecte zijn en ik wil graag, het is goed om af te stemmen op God en we hebben de vorige keer ook gebeden voor de collecte. En ik wil het gewoon opnieuw doen. Het is zo goed om, er is ook, Johan had het over de Heilige Geest en het is goed om je te laten leiden door de Heilige Geest. Of in ieder geval je ernaar uit te strekken. Dus dat wil ik ook nu doen. En we worden weer een moment stil. En dan ga ik bidden. En dan mag u luisteren wat u kan en mag geven. Ja, lieve Vader, we komen bij u. Vader, en u weet wat we uit mogen geven, uit kunnen geven. U kent alles van ons, ook onze financiën. Vader, en wilt u op dit moment in de zaal laten weten aan alle mensen, aan al mijn broers en zussen, wat ze mogen geven. Vader, wilt u dat in hun denken geven of met beelden. Vader, en we danken u dat u zo rijk zegent, dat we ook rijk mogen geven aan uw koninkrijk. Dank u wel, Jezus. Amen. I was a wretch, I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. And sin separated, the bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross you paid a debt I owe. Broke my chains, freed my soul. For the first time I'd hold. And thank you, Jesus, for the blood of God. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glory. Took my place, laid inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walked right out again. And now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Than the one.
darkness into glorious light. Glory to His name. Glory to His name. And there to my heart was the blood. Glory to His name. Dan zijn we alweer bijna aan het einde gekomen van deze dienst. Johan, hartstikke bedankt voor de mooie woorden die je hebt gesproken. Ook voor jou is er een mooie bos bloemen. De band, prachtig gezongen weer. Ook bedankt. De mensen van de techniek bedankt. Ook de mensen van de camera ploeg bedankt. En natuurlijk u bedankt voor het komen en jij bedankt voor het komen. De volgende Joydienst is op 7 mei. Dan zal Klaas-Jan Wallet de spreker zijn. In het programma stond Christian Verwoerd, maar hij is langere tijd ziek. Dus we hebben iemand anders kunnen vinden. En Klaas-Jan Wallet is vooral gericht op de jongeren. Dus het zou ook heel fijn zijn als er die zondag ook heel veel jongeren zijn. Misschien nog meer dan vandaag. Na afloop is de jeugd achter in de zaal welkom bij de club. En aan hen dan ook de vraag om de volgende keer misschien een vriendin mee te nemen of een vriend mee te nemen. En om zo heel veel jeugd te hebben. Aanstaande dinsdag is er ook een Bijbelstudie. Om 7:45 is de inloop en om 8:00 zullen ze starten. En dan wil ik tot slot vragen of Johan met ons wil afsluiten met gebed. Alvast wel thuis. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we deze middag zo hier bij elkaar mochten zijn. Dank u wel, Heer, voor uw geweldige evangelie. Vader, dat u uw zoon naar deze wereld gezonden heeft, omdat u zoveel van ons hield. En dank u wel, Heer Jezus, dat u die weg gegaan bent. Heer, dat het uw gebed was. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mij, maar uw wil geschieden. Heer, dank u wel dat uw woord zegt dat we vanwege die wil heilig zijn in uw ogen. Heer, dat we als gelovigen gerechtvaardigd zijn door het bloed van het lam. En dank u wel, Heer Jezus, dat u met uw Heilige Geest ook vanmiddag hier was. En dank u wel, lieve, kostbare Heilige Geest, dat u ook de naprediker wil zijn. Dat u de woorden die vandaag ook geklonken hebben, Heer, dat u dat steeds en steeds meer en meer in ons hart laat landen. Heer, dat het, dat het een uitwerking mag hebben. Heer, dat het ons van binnenuit steeds meer en meer op u zal doen lijken. Heer Jezus, dat we in deze wereld mogen staan als zijnde dat we zelf dood zijn, maar dat u door ons heen leeft. Dat we uw liefde mogen uitdelen, dat we uw liefde mogen laten zien. Heer, op de plek waar u ons gesteld heeft, of het nu op school is, op ons werk of thuis of waar dan ook. Heer, we bidden voor goddelijke ontmoetingen, dat we mensen mogen ontmoeten die naar u op zoek zijn. Dat we ze mogen aanreiken, dat kostbare evangelie. En dank u wel, Heilige Geest van God, dat u met ons mee wil getuigen. In de kerk in Handelingen bad, Vader, getuig met ons mee door wonderen en tekenen te doen in ons midden. Heer, dat bidden we voor Elspeet, dat bidden we voor de Veluwe. De Heer, dat u mee gaat getuigen door wonderen en tekenen te doen, zodat de wereld zal weten dat Jezus Christus leeft. Heer, zo ga zo met ons mee als we van hier gaan. Als we allemaal onze eigen weg gaan, Heer, dank u wel dat uw woord zegt, Heer, dat u altijd bij ons bent. Heer, dat u ons nooit alleen zult laten. Dank u wel daarvoor in Jezus' naam. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen. Laten we gaan staan voor het laatste lied. U zij de glorie. U zij de glorie, opgestane Heer. U zij de victorie, nu en in. Uit een blinkend stromen daalt een engel af.
steen genomen van verwonnen graf. U zij de glorie opgestane Heer. U zij de victorie nu en immer meer. Amen.